Welkom en leuk dat je kijkt naar je eerste proefles Q&A video. Wij hebben een aantal vragen samengesteld en die gaan we even met jullie behandelen voordat je je eerste proefles begint bij City Bootcamp. Ja, mijn naam is Erik. En ik ben Sabi. En wij gaan dus vandaag een aantal vragen met je doen die je waarschijnlijk ook hebt. Of misschien ook niet, maar waarschijnlijk zit er wel iets tussen wat wel handig kan zijn. Wat neem ik nou eigenlijk mee naar een bootcamples? Ja. Sowieso neem je je fles water mee. Oh ja, goeie. Flesje water. Een matje? Ja. Zou ik een matje mee moeten nemen, denk je? Matje weet ik niet zeker, want vaak heeft de instructeur al equipment voor je klaargelegd. Gebruiken ze pionnen of maken ze gebruik van de attributen in bijvoorbeeld een park. Ja. Dus je kan het meenemen, maar het hoeft niet per se. Nee, je hoeft zeker geen matje mee te nemen. Als je bijvoorbeeld wel merkt dat je snel koude billen krijgt of je misschien wat last van je handen, is een matje wel handig. Maar dat merk je pas na een aantal lessen. Dus een matje is wat ons betreft niet nodig. Een flesje water is eigenlijk voldoende. Dan wil je natuurlijk even nog wat eten voordat je gaat beginnen. Het beste wat je kan eten voor een bootcampless is iets van koolhydraten. Misschien een licht verteerbare maaltijd, zoals een appeltje of misschien een peertje of misschien wat bosbessen en bramen. Wat nootjes erbij, super voedzaam, heb je wat eiwitten en koolhydraten. En na de bootcamp eet je iets van eiwitten, want dan wil je juist spieren opbouwen. Dat is eigenlijk zo, dan kan je een bakje kwark eten na de bootcamp. Vaak is onze bootcamples vaak om 7 uur of 7:45. Heb je haast, moet je snel naar die bootcamples toe, je moet je omkleden. Wat je ook zou kunnen doen is een klein beetje eten voor de les en daarna de rest van je maaltijd opeten. Dat werkt ook wel vaak goed. Of je eet gewoon alles na de les op. Maar zorg er wel voor dat je in ieder geval iets hebt gegeten. En het liefst iets van koolhydraten voor de les. Ja. Nou, en nu een van de meest gestelde vragen. Of het zwaar is. Ja, die ga jij doen. Oké. Ja, is het zwaar? Ja, jij hebt het net over gehad. Ja, weet je wat het is? Je begint eraan en je gaat zelf merken hoe zwaar het is. Je kan het eigenlijk zo zwaar maken als je het eigenlijk zelf wil. Ik bedoel, de trainer die bedenkt oefeningen, bijvoorbeeld op tijd. En jij voert ze gewoon uit hoe snel je het kan en hoe ver je het eigenlijk aan kan. Ja, en we hebben ook lessen op ieder niveau. Ja. Dus we hebben lessen voor beginners, voor gevorderden en voor vergevorderden. Dus je zit ook nooit bij mensen in een les die weer beter zijn dan dat jij bent. En kijk, het begin zal altijd even lastig worden, maar ik zeg altijd zo, in de les zeg ik dat altijd, zwaarder dan dit wordt het niet. Je zwaarste les is de zwaarste les die je ooit gaat meemaken. Maar goed, dan heb je dat gehad en daardoor kan je ook weer een volgende stap zetten. Je zal daarna ook wat spierpijn gaan krijgen na je eerste bootcampless. Overleef je ook wel weer en daarna kan je ook weer verder groeien. Dus even resume, je maakt het zo zwaar als dat je zelf wil en schaal jezelf in bij een les waarvan jij denkt dat het beste bij je past. Ja, precies. En vergelijk jezelf nooit met anderen, want je bent het voor jezelf. Nee. Nou, hoe laat moet je aanwezig zijn voor zo'n bootcamp les? Ik zeg eigenlijk altijd 10 minuutjes, een kwartiertje van tevoren. Ja. Aanwezig, kan je even de locatie bekijken, kan je even misschien wat mensen even kennis maken, heeft de trainer iets meer tijd voor je. Dus wees 10 minuutjes van tevoren aanwezig, dan heb je in ieder geval tijd zat. Ja, de trainer die bekijkt of je aanwezig bent en vanuit daar kan je nog eventueel wat dingen aangeven. Dus als je vragen hebt voor je training of er is niet helemaal duidelijk, dan kan je dat altijd vragen en daarvoor heb je tijd voor de bootcampless. Ja. Maar moet je een inschrijfwijsje meenemen? Een soort inschrijfbewijs of het bewijs van je proefles of zo? Nee, is niet nodig. Nee? Als je online aanmeldt bij City Bootcamp, dan komt dat automatisch in het systeem van de trainer te staan. En die weet dan precies je naam, dus die zal dan kijken of je aanwezig bent, ja of nee. Ja, nou goed. Nu dat wij deze video aan het opnemen zijn, is het wat kouder aan het worden buiten. Maar het kan straks ook weer wat warmer zijn. Dus kleding is wel een heel essentieel onderdeel bij de bootcamp. Ik denk misschien wel een van de belangrijkste onderdelen. Heb jij wat tips over de kleding? Kan je daar iets over zeggen? Ja, sowieso kleding waar je lekker in kan bewegen. Want je doet allerlei soorten oefeningen. En als je te strakke kleding aan hebt, dan beweegt dat niet lekker. En kan je de oefening ook niet perfect uitvoeren. En we hadden het er net al een beetje over. Vaak thermoskleding. Of thermokleding is ook heel handig om mee te nemen. Bijvoorbeeld onder je shirt. Ja, een thermoshirtje. Wat ik vaak doe, is ik doe onder een t-shirt zoals deze. Doe ik een lange mouw thermoshirt. En daar overheen trek ik dan mijn bootcamp shirtje. Waardoor ik ook gewoon lekker warm blijf. Een thermoshirtje hoeft helemaal niet duur te zijn. Kan je in allerlei soorten winkels kan je die kopen. Maar zorg wel dat je een thermoshirt koopt en niet gewoon een sportshirt. Een thermoshirt is wat mij betreft de basis. Dan heb je nog, als het met kouder weer is, het handig dat je goede handschoenen hebt. En dat kunnen ook weer hele goedkope skihandschoenen zijn. Maar geen hardloophandschoentjes. Hardloophandschoentjes, daar trekt de kou meteen in.
Dus je mag best wel wat wantenachtige handschoenen hebben. Waarmee je dus ook de grond kan raken, waardoor je niet meteen hele koude voeten krijgt. Koude handen. Voeten zijn. Ja. Maar het is wel mooi dat ik voeten zeg, want dan hebben we het nog even over de schoenen. Ja. Wat voor schoenen zou je aanraden tijdens de les? Nou, vaak heb je gewoon een soort sportschoenen op internet die je kan vinden die ook echt voor hardlopen goed zijn. Ja. Sowieso raad ik echt schoenen aan waar je veel grip op hebt. Want het kan zijn dat het vaak wat gladder is buiten op het gras. Bijvoorbeeld als het geregend heeft dat je wegglijdt en je wil gewoon goede grip hebben. Je wil de oefening wil je zo goed mogelijk uitvoeren. Dus zorg ervoor dat je echt schoenen hebt met goede grip. Ja, en dat zijn vaak trailschoenen. Dus je kan ze herkennen als trailrun schoenen. En het zijn vaak schoenen met noppen erop. En het zijn schoenen als ze vies worden, kan je ze ook heel makkelijk weer schoonmaken. Ik snap, dit is je eerste les. Die spullen zal je misschien nog niet allemaal hebben. Maakt helemaal niks uit. Trek gewoon naar wat je in de kast hebt hangen, als je er lekker in kan bewegen. En nogmaals, dit kunnen upgrades zijn aan je outfit. Klopt. Dus schroom niet. Nou goed, dit zijn wel dingen die ik vaak hoor. Van Erik, gaat de les wel altijd door? Want ja, les gaat altijd door. Les gaat altijd door. Altijd. Altijd. Dus de trainer bepaalt op de locatie zelf of dat het verantwoord is om een les door te laten gaan, ja of nee. Mocht het nou keihard onweren, keihard regenen, dan kan de trainer op een gegeven moment bepalen van oké, tot hier en niet verder en dan stoppen we de les. Afgelopen zomer was het 40 graden, misschien is het dan ook onverantwoord om te sporten. Les wordt gestopt. Maar in principe gaat de les altijd door. En kom ook gewoon, want ik ben er, Sabi is er, ja. jij hoort daar ook gewoon bij natuurlijk. Dus meld je niet af, kom gewoon lekker bij ons sporten, jij daar. En mocht het nou wel voorkomen dat je last minute niet kan komen, stuur dan eventjes een mailtje, want dan kunnen wij de rekening mee houden. Want anders dan komen we misschien of beginnen we te laat met de workout en dat zou zonde zijn van de tijd. Ja, staan we op jou te wachten. En ook kijk dan gelijk even van je agenda wanneer je een nieuwe proefles zou kunnen boeken. Dan kunnen we daar ook meteen op doorzetten. Wat is nou gezelliger als je in je proefles mag je natuurlijk ook gewoon een vriend of vriendin meenemen. Dus misschien Sabi, mijn buurvrouw. Ik ga zelf een bootcamplesje volgen. Ik weet dat ze heel graag een sportles wil doen. Ja. Ik zeg, hé, waarom ga je niet een keer mee? Zo motiveer je ook elkaar. Ja, nou ja, wij motiveren elkaar op die manier. Misschien zegt ze, nee, heb ik geen zin in. Vraag ik het nog een keer. En dan zegt ze, dan weer wel. Dus dat is, neem ook iemand mee naar de proefles. Mag ook gewoon, is geen enkel probleem. Zorg wel dat diegene zich even aanmeldt via de website. De vraag krijgen we ook wel eens tijdens een bootcamples. Kan je meedoen als je enige blessures hebt? Nou, vaak geven we aan het begin van de les wel aan of iemand blessures heeft, ja of nee. Dan kan de trainer daar rekening mee houden. Dat hoef je niet per se aan te geven als je jezelf gaat aanmelden. Maar voor de les kan je gewoon zeggen, hey, ik heb last ergens van mijn arm of ik heb last ergens bij mijn knie. Kan er tussendoor tijdens de workout misschien een andere oefening voor mij bedacht worden? Natuurlijk houdt de trainer daar rekening mee, dus geef het gewoon gerust aan. Ja, en mocht je echt advies willen hebben, ga dan altijd naar je specialist toe en vraag aan de specialist van wat wel kan of niet kan. Dan weet je in ieder geval tijdens de oefeningen wat wel je mogelijkheden zijn. Zorg in ieder geval dat je goed voorbereidt met een blessure, dat je eraan komt. Dat je in ieder geval weet wat je niet kan, maar ook wat je wel kan. En vaak zal je zien dat je wel meer kan dan dat je zelf denkt. Dus dat is dan weer het mooie, want je hebt een trainer voor je neus en die kan de oefeningen aanpassen op jouw niveau. Missen we nou nog iets? Nou, eventjes kijken. We hebben eigenlijk de basisdingen wel gehad voordat je eerste proefles begint. Nou ja, hoe kan je aanmelden naar de proefles? Ja, ga vooral naar onze website www.citybootcamp.nl en daar krijg je nog meer informatie over wat voor soort trainingen er zijn. En mocht er iets niet helemaal duidelijk zijn of dat je denkt, hey, ik wil toch nog even nachecken, kan je dat allemaal daar gewoon vinden. We hebben daar ook een FAQ, dus er staan nog meer veelgestelde vragen op. Dus wie weet staat jouw antwoord die wij nu niet behandeld hebben daar wel tussen. En dan zien we je snel. Zeker, en als je er echt helemaal niet meer uitkomt of je hebt andere vragen of je wilt bijvoorbeeld je proefles verplaatsen, mail dan naar info@citybootcamp. Dus naar info@citybootcamp. En daar kunnen we je vraag verder behandelen als wij hem niet vandaag hebben behandeld. Ja, en ik wens je vanuit hier heel veel succes met je bootcamples. Ja. Gun jezelf die ervaring. Zorg dat je aanwezig bent, want eigenlijk 90% van het succes is gewoon dat je daar bent. Ja. Meer hoef je niet te doen, wij doen de rest. Jij moet een beetje effort erin steken en dan komt het helemaal goed. Ik heb in ieder geval heel veel zin in. Ik ook. En dan zien we jou heel snel bij de bootcamp. 1, 2, 3. Hoeja!